Groentezaden zijn een natuurproduct. Elk zaadje is van binnen en van buiten uniek. Zaadteelt is dan ook een ingewikkeld proces dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Omdat de zaden die we verkopen aan zeer hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, produceren we deze op locaties met optimale omstandigheden voor teelt en rijping. Alle zaden die wereldwijd worden geoogst, komen eerst naar het logistieke centrum in De Lier. Via monsters worden ze intensief onderzocht op zaadzuiverheid, rasechtheid en raszuiverheid. Maar ook op zaadoverdraagbare ziektes en op kiemkracht. De zaden worden geschoond en gesorteerd. Het doel is een uniforme partij met alleen de hoogste kwaliteit. Om dat te bereiken sorteren we ze onder meer op basis van hun soortelijk gewicht. De zaden die voldoen aan onze zeer hoge kwaliteitseisen worden uiteindelijk opgeslagen in een mini-loodmagazijn, waar de bewaarcondities optimaal zijn en orderpicking volledig geautomatiseerd is. Soms vinden er voor aflevering nog extra bewerkingen plaats. Er worden bijvoorbeeld pillen van gemaakt om ze makkelijker te kunnen zaaien. Of ze krijgen een coating die beschermt tegen kiemziektes. Een teler kiest een ras vaak pas op het laatste moment, terwijl een zaadteelt al ver van tevoren moet worden opgestart. En dus draait het allemaal om planning. Alleen met ervaring, samenwerking en betrokkenheid kunnen we ons doel bereiken. Op het juiste moment en in de gewenste hoeveelheid de hoogste kwaliteit zaden leveren.